Open Kerk is vandaag op bezoek in de Imam Malik Moskee aan de Willem de Zijgelaan. Een groot gebouw, nieuw gebouw. En we zijn bijzonder blij dat we hier in dit open huis een gastvrije ontvangst hebben. Ik ontmoet vandaag Abdel Bouzid. Hij is de vice-president of voorzitter, hoe heet dat bij jou? De vice-voorzitter. De vice-voorzitter van deze Marokkaanse moskee. Fijn dat we hier mogen zijn. Kun je kort iets vertellen over deze prachtige plaats? Nou, ten eerste, u bent van harte welkom. Dank. Vandaag en morgen en wanneer u maar wilt langskomen, bent u van harte welkom. Het gebouw waar we ons nu bevinden is 2 jaar geleden, nu bijna 3 jaar trouwens. Op 15 juni aanstaande zijn we inmiddels 3 jaar geopend in dit nieuwe gebouw. De vereniging die hier huisvest bestaat al sinds 1981. Dus dat gaat al jaren terug. En voordat we naar dit gebouw kwamen, zaten we in een voormalig taxigaragebedrijfje aan de... In de Kooi, hè? In de Ambonstraat? Nee, het was wel in de Kooi, het was de Bonairestraat. Bonaire. Ja, het was de Bonairestraat. En daar zaten we dus al die tijd, totdat eigenlijk dat gebouw veel te klein voor ons werd. En wij op zoek gingen naar een nieuw project en daarin dit hebben weten te realiseren. Want veel te klein, hoeveel mensen moet ik aan denken? Ik zal u het antwoord geven in meters. Wij zitten hier nu in 2.500 vierkante meter, dat gebouwd is. En we komen uit een gebouwtje van ongeveer 700 à 800 vierkante meter. Okay. Dus we zijn ongeveer 3-4 keer uit ons jasje gegroeid. Ja. En dat was nodig ook, want de moskee destijds, de bezoekers die de moskee op een gegeven moment gingen bezoeken, werden er steeds meer en meer en meer. Heel veel jongeren die zich richting de moskee gingen richten. Maar er kwamen natuurlijk ook asielzoekers, er kwamen vluchtelingen, er kwamen ook heel veel bekeerlingen, dus autochtone Nederlanders die zich tot de islam bekeerden. Dus ook de activiteiten die de moskee eigenlijk wilde gaan ontplooien, dat ging heel moeilijk vanuit dat gebouwtje. Er waren geen vergaderruimtes, er waren geen conferentieruimtes. Er was sec, een gebedsruimte voor de mannen, voor de vrouwen. Die moesten, die kwamen wel lessen volgen in de weekenden. Maar voor het dagelijks gebed in de Ramadan of bijvoorbeeld op feestdagen ging dat allemaal niet. Er was geen ruimte voor. Dus dat waren allemaal oorzaken dat we op een gegeven moment gingen zoeken naar een groter gebouw. En daar is dit uit voortgekomen. Nou, het gebouw is nu dus 3 jaar geopend. Daarvoor is een hele traject aan voorgegaan. Ja. Van ongeveer 10 jaar lang het project weten te realiseren. En dat gaat van vergunningen tot allerlei juridische zaken natuurlijk in samenspraak met de gemeente. Is dat door jullie zelf opgepakt? Dat is helemaal vanuit onszelf opgepakt. In het kort is het zo gegaan dat op een gegeven moment een groep, met name jongeren, zich een beetje richting de moskee ging richten. Daar een sfeer en een beleid tegenkwam en vond waar zij andere ideeën over hadden. En dat was ook logisch, want de moskee was, zoals ik net beschreef, vooral om het gebed te verrichten. Mm-hmm. En om in de weekenden wat kinderen les te geven. En that's it. Ja. En toen kwamen maar door de nieuwe toestroom van bezoekers kwamen er ook nieuwe ideeën, nieuwe ambities die de moskee eigenlijk zou moeten hebben. Uit die nieuwe bezoekers is er een commissie gevormd. Mm-hmm. Die hebben een onderzoek gedaan hier in Leiden naar het aantal moslims en de groeiende factor daarin. Ja. Onderbouwd met allerlei statistieken is er een rapport uiteindelijk gemaakt en opgemaakt. Met als titel: de moskee is meer dan een gebedsruimte. Nou, met dat rapport onder de arm is men toen op de gemeente afgestapt. Dit zijn wij en dit is wat wij willen. En dus met de onderbouwing daarbij vanuit het onderzoek. En en uiteindelijk zijn wij meegenomen in het wijkontwikkelingsplan hier van Leiden-Noord. Waarin dus het stedelijk gymnasium is gerealiseerd hier tegenover. Wij hier als moskee en nog wat andere plannen hier in de wijk. Daarin zijn we toen, meegenomen. Het is een prachtige plek om hier te zitten. Het is een prachtige plek, ja. Heel centraal. Je zegt meer dan een gebedsruimte. Eventjes korte gebedsruimte. Het is een enorme ruimte. Ik ben er bij de opening ook geweest. En, ik vraag me af, als je hier tijdens een vrijdaggebed komt, is zo'n gebouw dan half vol, kwart of drie kwart? Wat moet ik me voorstellen? De gebedsruimte hier, zoals u die net gezien heeft, die is ongeveer 750 vierkante meter. En die zit op de vrijdagen zit die helemaal vol. Echt? Die zit helemaal vol. Hoeveel mensen zijn dat? Dan hebben we het ongeveer over 1000 mannen. Zo. En dan hebben we boven, denk ik wel een... ongeveer 400-500 vrouwen, denk ik, die daarin kunnen. Ja. De mannenruimte loopt meestal wat voller dan de vrouwenruimte.
En dat is dus op het vrijdaggebed het geval. Dat is in de Ramadan, is dat de hele maand Ramadan, dus de volle 29 of 30 dagen, is dat het geval in de avonduren voornamelijk. En dat is met feestdagen, dus het offerfeest en de afsluiting van de Ramadan, het suikerfeest. Dan zit de gebedsruimte zit dan echt helemaal vol, zowel van de mannen als van de vrouwen. En meestal moeten we dan ook de conferentieruimtes ook openstellen en bekleden, zodat mensen ook daar nog opgevangen kunnen worden. Het gebouw is bijna alweer te klein. Het gebouw is eigenlijk wat dat betreft, de feestdagen is te klein. Maar dat is ook meegenomen in de plannen. Want we hebben gezegd van we willen een moskee die natuurlijk voor dagelijks gebruik praktisch is. Ja. Maar voornamelijk voor de hele drukke periodes willen wij, zodat zowel binnen willen we dat op kunnen vouwen, op kunnen vangen, maar ook daarbuiten. Dus we hebben ook gedacht aan bijvoorbeeld parkeergelegenheid. Ja. We hebben 52 parkeerplaatsen die wij hier ondergronds hebben gerealiseerd in onze parkeergarage. Om zodoende de parkeerdruk voor de wijk te verlichten, zodat we daar niet klachten krijgen uit de wijk. En daarnaast hebben we samen met de gemeente hebben we nog eens 80 grasparkeerplaatsen weten te realiseren. Die hier net over het bruggetje tegenover het stedelijk gymnasium zitten. Dus op die manier hebben we ook gedacht van op die drukke momenten, ook al is dat maar 1 maand per jaar, ja. 1 dag per week en 2 dagen per jaar. Maar geen overlast. Om dan toch ook geen overlast. Ja. En op drukke momenten zoals bijvoorbeeld bij uitvaarten of bij grote conferenties waarin we ook veel bezoekers krijgen vanuit buiten Leiden, hebben we altijd een parkeercommissie. Die is ook elke vrijdag is die ook actief. Die is er al ver voordat de mensen beginnen te komen, is die aanwezig. Die regelt het verkeer, de verkeersstroming en dergelijke hier buiten op straat. Die wordt dan geregeld door de parkeercommissie, zodat dat ook allemaal in goede banen geleid wordt. En dan vindt er in de gebedsruimte een gebedsdienst plaats. Die is niet in het Nederlands, helemaal niet, geen woord Nederlands. Hier en daar vallen wel wat woorden Nederlands door de imam. Maar de preek is voornamelijk, dat is op de vrijdag. Ja. Op de vrijdag wordt er een vrijdagpreek gehouden. En dat is om 1 uur in de middag. En dan de meeste moslims die weten het dan zo te regelen met hun werkgever. Ja. Dat ze dan hun pauze zo nemen dat ze dan bij dat gebed aanwezig kunnen zijn. Dan preekte de imam in het Arabisch. Nou, dat duurt ongeveer 20 minuten tot een half uur. En het bestaat uit 2 gedeeltes. Maar omdat wij heel veel bezoekers hebben, jongeren die hier opgegroeid zijn, autochtonen, maar ook heel veel mensen die niet de Arabische taal machtig zijn, wordt direct nadat de imam zijn preek heeft voltooid, staat er iemand op en die geeft een samenvatting van de Arabische preek. Geeft een samenvatting. Nou, dat duurt ongeveer 10 minuten, dus het is echt een samenvatting van wat er gezegd wordt. En die samenvatting, die wordt vervolgens ook gepubliceerd op onze Facebookpagina, op onze website. En die wordt ook rondgemaild via de mailinglijst die wij hebben. Om zodoende de boodschap die de imam die week heeft verkondigd, om dat bij zo'n breed mogelijk publiek te krijgen. En dat doen wij voornamelijk omdat wij ook samen met de imam de onderwerpen van de vrijdagpreken zo kiezen. Dat daarin actuele zaken die spelen binnen de gemeenschap, maar ook binnen de brede samenleving, omdat die dikwijls worden aangekaart door de imam en daar ook de islamitische visie op wordt gedeeld. En daarom vinden wij het wel belangrijk dat die boodschap van die vrijdag zo breed mogelijk wordt verspreid. Ja, jullie willen ook in de samenleving duidelijk maken waar jullie voor staan. Ik heb die pagina van jullie opbezocht, de website, en ik heb me geabonneerd op de preek, de vrijdagpreek. Ja, ik wil toch wel weten wat hier verteld wordt. Het ging de laatste tijd over het huwelijk bijvoorbeeld. Dat klopt. En daarvoor waren jullie behoorlijk in het nieuws. Toen er ook alle aanleiding voor was tegen het extremisme. En dat waren preken waar je je petje voor af kunt nemen. Waarvan je zegt van, hé, daar staan wij ook achter. Ik kan me indenken dat mensen dat willen. Dat kunnen ze vinden via de site. Hè? Hoe vinden ze die site? Ja, kijk, het belangrijkste daarbij is wat u zegt. Dat wij onszelf ook daarin kunnen vinden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de main stream boodschap wat wij ook naar buiten willen sturen. Dat wij wat u wilt horen en wat wij zeggen, dat één en dezelfde is. En dat is natuurlijk voornamelijk, die druk is voornamelijk toegenomen na natuurlijk alle aanslagen van de laatste tijd. Ja. Men kan ons vinden via het abonneren op onze Facebookpagina. Nou, volgens mij zitten we daar al over de 2000 volgers.
die onze pagina volgen. We hebben een website die actueel en geüpdate wordt, waar allerlei nieuwsberichten op verschijnen. Waar ook bijvoorbeeld, een hele belangrijke is onze YouTube-kanaal. Want we hebben het net even gehad over de vrijdagpreek. Ja. Maar er worden ook de lessen gegeven in het Nederlands. Dat zijn wekelijke lessen. En dat gaat puur over de geloofsleer. Dat gaat over de jurisprudentie binnen de islam. Het gaat over Arabische les, dus Arabisch leren lezen en schrijven, wat toch heel belangrijke onderwerpen zijn. Wil je de islam begrijpen en weten te praktiseren? En we hebben ook één keer per maand hebben we een themaavond, of een jongerenavond werd dat eerst genoemd. En daarin wordt dan iemand uitgenodigd van buitenaf, die in het Nederlands de mensen toespreekt of een interactieve avond houdt met de aanwezigen, met het publiek. Rondom die extremisme hebben we natuurlijk de themaavond radicalisme gehad. Ja. Nou, dan nodigen we bijvoorbeeld een imam uit Rotterdam, Azzedine Karat. We nodigen dan een antropoloog uit die vanuit de wetenschap zijn visie kan toelichten op het onderwerp. En op die manier houden we dus ook activiteiten die niet alleen religieus van aard zijn, maar die ook thema's bespreken die een beetje te maken hebben met de samenleving of de tijd waarin we leven. En dat zijn ook belangrijke preken waarvan ik ook heel graag zou willen hebben dat heel Nederland ze ziet. Om te weten wat er in zo'n moskee gezegd wordt, wat er in zo'n moskee gedacht wordt, wat de mainstream gedachte is in zo'n moskee. En dat kan heel goed door het volgen van zo'n YouTube-kanaal. Omdat daarin gewoon letterlijk datgene wat wij krijgen te horen van onze gastsprekers, dat kan heel Nederland kan dat meeluisteren. Ja, dat we dat eigenlijk helemaal niet weten. Ja. Ik moet dat voor mezelf ook zeggen. Ik weet niet goed wat er hier verteld wordt. En ik vond het best verrassend om daar kennis van te nemen. Ja. Als mensen ook hier willen komen kijken, mag dat dan? Kan dat? Moeten ze zich dan aanmelden? Ja, dat kan. En wat u zegt, ik weet ook niet wat hier altijd gezegd wordt. Kijk, wat voor mij belangrijk is, ik weet ook niet altijd wat er in uw kerk gepreekt wordt. Nee. Maar wat wel belangrijk is, is dat ik het vertrouwen heb dat u in uw kerk meebouwend bezig bent in onze samenleving. En daar een bijdrage aan levert in uw preken en naar uw bezoekers toe. En dat u dezelfde vertrouwen ook in mij hebt. En dat is het belangrijke. Je hoeft niet tot op de detail te weten. We moeten natuurlijk niet naartoe dat elke preek of elke door een hele test gaat van oké, die kiezen we wel en die kiezen we niet. En dat is toch wel een van de zorgenpunten die wij ook als islamitische samenleving nu in Nederland hebben. Als het gaat natuurlijk om welke imam is wel geschikt en welke niet. En, hè? Dus daar zie je toch een soort van wringing in ontstaan. In wat is goed voor mij. Ja. Waar ik van zeg, laat mij dat vooral lekker zelf bepalen. Maar heb wel het vertrouwen in mij dat ik als onderdeel van deze samenleving mijn steentje daarin wil bijdragen. Ja. Met behoud van mijn islamitische identiteit. Uw vraag was of mensen hier naartoe kunnen komen. Ja. Dat kan, heel graag zelfs. Die transparantie, die bieden wij voor de hele Nederlandse samenleving. Wij krijgen bezoekersgroepen vanuit heel Nederland. En dat gaat van bedrijven tot businessclubs, tot ambtenaren vanuit allerlei lagen. Maar ook scholen en sportverenigingen, noem het maar op. Voor de individuen raad ik aan om zich aan te melden via onze website of een mailtje te sturen via naar info@icmleiden.nl. Staat allemaal op onze website. En de personen die alleen maar individueel willen langskomen, daar wordt een datum voor geprikt. Oh ja. En dan hebben wij iemand die daarover gaat. En die voegt ze samen op één datum. En die nodigt ze dan gezamenlijk uit voor een rondleiding. Groepen, dus organisaties, verenigingen, bedrijven, noem het maar op. Die kunnen zich aanmelden als groep. En die krijgen dan direct een datum waarop ze langs kunnen komen. En dan krijgen ze een rondleiding. Van een uur tot anderhalf uur kan dat duren, waarin uitgebreid wordt gesproken over wie wij zijn en wat wij doen, maar waar ook gelegenheid is om vragen te stellen. En onze ervaringen met die rondleidingen zijn echt heel goed, heel positief. We laten iemand aan het woord om zijn ervaring te delen van hoe die zo'n rondleiding heeft ervaren. Nou, die filmpjes staan ook bij ons op de website. Nou, dat zijn hele mooie boodschappen die we van mensen horen. En eigenlijk de rode lijn door al die boodschappen is van wow. Ik had nooit gedacht dat dit de moskee is. En dat meestal totaal controverse is ten opzichte van wat mensen denken. En de beelden die mensen hadden voordat ze hier binnenkwamen. Ja. Zou je kunnen zeggen, in de christelijke kerk heb je ongelooflijk veel verschillen. Je hebt ook katholiek en protestant. Daar zijn we mee vertrouwd geraakt. Hè. En binnen de protestante kerk heb je nog een heleboel verschillen. Ja. Kun je van de islam ook zeggen dat er verschillende richtingen zijn
ja, dat weten we natuurlijk op allerlei manieren, ook uit de politiek. Is dat ook in Leiden zo? Is dat in één zo'n gemeenschap? Heb je ook verschil? Of moet je toch wel een bepaald standpunt hebben om hier bij deze moskee je te kunnen aansluiten? Nou, het is wel grappig dat u dat zegt, want zoals ik eerder al zei, eigenlijk hebben wij heel uitgebreid hebben wij antwoord gegeven op de vraag die u nu stelt. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben een gastspreker uitgenodigd die heel erg veel weet van, die heel erg veel weet van deze onderwerpen. En die heeft in drie delen, dus eigenlijk in drie thema-bijeenkomsten, heeft hij een beetje een beeld gegeven van de verschillende stromingen binnen de islam. Dus in de kleine tijdsbestek die wij nu hebben, zal ik u daar niet heel veel over vertellen, maar ik kan dat wel bevestigen. Okay. Er zijn verschillende stromingen en verschillende richtingen binnen de islam. En ook binnen één moskee hier bijvoorbeeld? Wat onze moskee betreft, hebben wij altijd een duidelijke identiteit geprobeerd, niet te creëren, maar onze identiteit als wie wij zijn, dan heb ik het over de achterban die deze moskee heeft opgebouwd. Ja. Want we zijn daarin gewoon een hele simpele verenigingsstructuur waarin wij gewoon leden hebben en de moskee is ook van die leden, nou die kiezen een bestuur en wij zitten hier dus ten dienste van onze achterban van de leden die deze moskee letterlijk hebben opgebouwd en letterlijk dus ook uit eigen portemonnee, uit eigen portemonnee met eigen financiën is dit miljoenenproject wel opgezet en dat is iets waar we echt super trots op zijn. En dat getuigt ook van een kracht van deze mensen dat ze zoiets hebben kunnen bereiken. Enorm, En die kracht en die trots, die hebben wij eigenlijk meegenomen in het beleid dat wij nu voeren in de zin van meer dan een moskeeruimte, naar buiten treden, transparantie en proberen ons een steentje bij te dragen in de wijk, in de stad en daarbuiten. En om terug te komen op wie wij zijn als moskee en of iedereen hier welkom is. Iedereen is hier welkom voor datgene waarvan hij of zij denkt dat hij hier, dat hij of zij hier kan vinden. En dan heb ik het over van de niet-islamitische Nederlander die denkt, ik wil een keer naar de moskee om te weten wat daar gebeurt. Tot en met die hele fundamentalistische moslim die wat zijn ideologie betreft helemaal teruggaan naar de oorspronkelijke teksten en dergelijke, noem het maar op. Alles wat daartussen zit is van harte welkom. Wat wel voor ons belangrijk is dat wij in ons beleid, in onze preken, in onze richting, hebben wij een duidelijke identiteit wie wij zijn en hoe wij de islam uitleggen en waar wij voor staan. Maar het is een moskee. De deuren staan wagenwijd open voor een ieder die wat dan ook gelooft. Of je het nou met ons eens bent of niet. Je bent hier altijd welkom om je gebeden te komen verrichten. De deuren staan open. We zitten nu voor open kerkleiding. En dus hebben we de spannende vraag altijd van open in de zin van kom maar bij ons. Dat is al één. Wij proberen bij open kerkleiding ook open in te vullen als je open te stellen. Dat je de gedachten van de ander, daarom luister ik ook met veel aandacht naar je. Van, hé, wat kan ik leren van jou? Is dat te vroeg gevraagd in de hele culturele ontwikkeling om ook aan moslims te vragen van, hé, als ik hier eens een keertje op bezoek kom, is dat dan een leuke insteek om een dialoog aan te gaan over bepaalde onderwerpen? Of zeg je, nee, laat mij vooral maar vertellen hoe het zit, want jullie weten eigenlijk nog zo weinig van de islam. Dan kunnen we nog niet in dialoog gaan als je niet voldoende op hetzelfde kennisniveau zit. Hoe schat jij dat in? Kunnen we dat eens een keertje gaan doen of duurt dat nog? Nou, dan ligt eraan wie u bent. Kijk, als u meneer Alblas bent en u komt hier namens de kerken over dit soort onderwerpen spreken, van harte welkom. En dat geldt trouwens voor een ieder, in hoofdlijnen. Ja. En wij nemen ook wel eens deel aan gesprekken, aan debatten, waarin het gaat over verschillende invalshoeken op bepaalde thema's. Ja. Waarin vanuit de islamitische hoek, vanuit een christelijke hoek, vanuit een joodse hoek of vanuit een andere geloof, zaken worden besproken. Dus dat van elkaar leren en de verschillende perspectieven die je als geloofsovertuiging hebt op bepaalde thema's, dat is prima om die discussie met elkaar aan te gaan. Tegelijkertijd, ik weet niet of het een het ander uitsluit trouwens, maar tegelijkertijd kan ik me ook wel vinden in wat u als laatste zei over dat er nog zo weinig, dat men zo weinig nog weet van de islam en de moslims en de moskeeën in Nederland. Dus ik denk op beide sporen willen wij zitten. Als het gaat om die theologische discussie of die wetenschappelijke discussie over bepaalde zaken die in ons geloof naar voren komen, die voeren wij heel graag en daar hebben we ook de juiste mensen voor. Ja. We hebben een imam die heel veel gestudeerd heeft en allerlei papieren heeft behaald op allerlei verschillende onderwerpen en vakken. Dus die kan daar een rol in spelen. Maar we hebben ook verschillende theologen die hier in Nederland opgegroeid zijn en die dus dat beeld vanuit de Nederlandse samenleving heel erg kunnen verwoorden met een islamitische visie eromheen.
En nogmaals, tegelijkertijd gaan we ook vooral dat hele low-level gesprek aan met mensen die gewoon nog te weinig weten van de islam. Dus als je mij vraagt, zou ik eigenlijk het ene niet het andere willen laten uitsluiten. En het is zeker niet het idee van, het is nog te vroeg om. Okay. Nee, het is beide. Nou, misschien als we dan nog een keer daar terug kunnen komen. Soms denken mensen dat ze bekeerd moeten worden. Als je met een moslim in gesprek gaat, die weet allemaal zo goed de islam is te laat gekomen. God zien ze met andere woorden. Een dialoog wordt dan moeilijk, want je hebt als niet-moslim altijd ongelijk een vooroordeel. Ja. Klopt het of niet? Hartstikke. Ja, ja, kan ik weinig aan toevoegen. Volgens mij bent u nog niet bekeerd. Dat was ik ook niet van plan. Nee. We hebben toch al heel wat graag gesproken dan. Ja, precies. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Ja. En het is natuurlijk een beetje van te zotte om te denken dat je eerst moslim moet worden. Of met een moslim in dialoog te gaan. Of een moskee binnen te treden. Of noem het maar op. Dat sterker nog, het is eigenlijk kwalijk om zo te denken. Het is ook een van de zaken die ook die kloof tussen de moslims en niet-moslims alleen maar vergroot. Exact. Door maar te denken dat wij een of ander wezens zijn dat alleen als je eruit ziet zoals ik eruit zie en als je praat zoals ik praat en als je denkt zoals ik denk, dan ben je welkom met mij in gesprek te gaan en anders niet. Het is natuurlijk van de zotte, wij zijn moslims, wij werken binnen een bedrijf, wij sporten binnen een sportbedrijf, sportvereniging, we wonen in een wijk. We nemen de bus en de trein en dus wat dat betreft komen wij ook heel veel niet-moslims tegen en daar gaan we graag mee in gesprek. We hebben helaas geen tijd meer, maar ik wil nog wel herinneren aan het feit dat Abdel en ik elkaar hebben ontmoet voor het eerst eigenlijk bij de bijeenkomst over op het Stadhuisplein na de aanslag op Charlie Hebdo. Klopt. De burgemeester had de moslim en de christen gevraagd om samen te komen en ja, ik voelde direct zoveel verbondenheid. We hadden ter plekke ook al een idee, dat hebben we later maar weer gecanceld. Maar één ding was duidelijk, respect voor elkaars gebedshuizen, voor elkaars gedachten, daar gaan we voor. En ik heb begrepen dat ook de Marokkaanse moskee Imam Malik betrokken is bij de Freedom Walk Leiden. Kun je nog kort iets over zeggen hoe dat hier ontvangen is? Jazeker. U zegt, wij hebben elkaar, in persoon hebben wij natuurlijk voor het eerst elkaar ontmoet naar aanleiding van Charlie Hebdo. Ja. Maar uw kerk en onze moskee, die kennen elkaar natuurlijk al eerder. Via mijn voorganger Abdel Hafi Hamoumi. Ja. Ik was hier ook bij de opening en zo. De contacten zijn ouder. Ik ben zelf nu bijna anderhalf jaar vicevoorzitter. En in die hoedanigheid ben ik toen naar voren geschoven om dat gesprek aan te gaan rondom Charlie Hebdo. En de Walk of Freedom, 21 maart, ja. Dat is hier heel erg positief ontvangen. Ik hoor veel geluiden van mensen die daar graag bij aanwezig willen zijn, jong en oud. Zo. En dat komt natuurlijk omdat het is natuurlijk een walk tegen discriminatie, tegen racisme. En dat zijn toch allemaal zaken die ook bij ons hier in de moskee wel heel veel spelen, helaas. Laatste vraag, voel je dat nu meer dan een poosje dan voor Charlie Hebdo? Jazeker, jazeker. Zijn natuurlijk al rapporten gemaakt over incidenten tegen gebedshuizen, bekladdingen, aanvallen op islamitische gebedshuizen, op moskeeën van de afgelopen jaren. Nou, dat zijn al grote cijfers. Maar sinds Charlie Hebdo hier naartoe zien wij wel een trend waarin men het fysiek opzoekt. Dus moslims worden fysiek aangevallen. Er worden hoofddoeken van moslima's afgerukt. Er worden moslima's op centraal stations worden overgoten met bierblikjes. Laatst nog deze week, 2 of 3 dagen geleden, is er in Rotterdam een islamitische vrouw uit haar auto gerukt en in elkaar geslagen voor het stoplicht. Dus dit zijn wel allemaal incidenten die sinds Charlie Hebdo, in plaats van een beetje op internet en richting gebouwen, nu echt op het fysieke gaan. En daar verschijnen elke dag berichten uit Nederland. En dat is wel echt heel zorgwekkend. En wat kunnen we daar tegen doen? Wat kunnen we daar? Nou, om te beginnen natuurlijk vooral op deze manier naar buiten treden. Ja. Dat wij onderdeel zijn van deze samenleving. En dat die acceptatie eigenlijk een voorwaarde is om de volgende stap te zetten. Ja. Zolang wij als moslims hier het idee hebben dat wij niet volwaardig geaccepteerd zijn als moslim zijnde. Blijft die brug bestaan. En om die weg te werken is denk ik vooral ook vanuit de verschillende hoeken van deze samenleving de handen naar elkaar uit te reiken. En dat ook op allerlei vlakken, op allerlei gebieden, op allerlei podia naar buiten te treden. En ik denk dat zo'n Walk of Freedom op 21 maart daar een hele goede podium voor is. En ook om dat door te trekken naar ook andere initiatieven. Om in ieder geval bij ons hier in Leiden, in onze stad, die boodschap naar buiten te doen, laten treden. In de hoop dat dat
uitgezet wordt over onze hele samenleving in Nederland. Dank. Ik wil nog één ding zeggen ter afsluiting. Ja. De preken van jullie imam beginnen altijd met een uitspraak die ik over heb genomen. Overigens zonder bronvermelding, waarvoor excuus. Ook kan dat wel omdat het niet helemaal de uitspraak voor jullie is, maar dat is ook voor mij. Jullie noemen Allah, ik de ene, de Vader van Jezus Christus, de meest barmhartige. Ja. En dat roert me al als ik het zeg. Ja. Abdel, ik dank je met de handdruk. Graag gedaan. De ene in de meest barmhartige. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Tot ziens. U bedankt voor je bezoek. Ja.